Ja, yeah, en we hebben weer een speciale gasten, dames en heren, beste kijkers thuis. En dat is Birta. Hallo. Birta, hallo. welkom. Hoi. Birta maak jou voorstellen aan onze kat, Mus. Oh, wat leuk, wat leuk. moet er wel mee uitkijken, want hij vaart hoor. <laughs> Hé hey Birta, doe eens aan de kijkers thuis vertellen waarvoor dat jij naar de studio bent uh, gekomen. Um, ja, ik ben uh, langsgekomen Ferry, omdat ik uh, iets wilde vertellen over mijn uh, project, waar yeah. ik uh, bezig was uh, achter de korvel bij de Bergdijk. Of dat... door op de Berndijkstraat zeg, maar, daar op die zijpaard van het korvel. Ja, ja ze, daar heb je het Rooseveltplein, ik weet oh, niet. Oh, je ja, net daar, kom ik noot, vroegsman. Oh nee. Maar uh, ja, daar heb ik een project gestart met vijf kinderen die daar wonen. Ja. Yeah. En daar was het niet altijd veilig om buiten te spelen. Oh. Ja, Voor is de heel... kleine maanden ook niet? Nee, nee, die wilden graag voetballen, spelen op het pleintje. Dat was, uh, was heel onveilig. Maar, maar hoezo onveilig? Wat, wat gebeurt er dan met die kinderen? Uh, een voorbeeld wat ik kan noemen is dat er veel criminaliteit was. Er was oh, veel... criminaliteit. Oh, de zo'n nee, klaar. Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Doe hebt... normaal, zou ik zeggen. Ja, doe normaal, ja. weet je waarom, wil je. waarom moet je crimineel zijn? Dat is toch helemaal ik niet Ik hoef daar niet. Nee. Ik bedoel, ik zei, presentator. Ja, ik is... kan het er niet bij hebben. Dan je ja. ik het <laughs> Nou jij ja, af en toe, zoals een keer, word ik wel eens gebeld. Maar dan zeg ik altijd, nee, want ik heb geen tijd, zeg ik nou, Geen tijd om te beroven? Of... Precies. Oh ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, en uh, ik ben dan samen met Stichting Move heet dat en Contour de Twern. Dat ja. zit in uh, Tilburg. Oh, dat is daar, de, de bedrijf daarbij was dat dus ook alweer. De Veestraat? Ja, ja, dat is een uh, maatschappelijke organisatie ja, om uh, ja. een veilige buurt te creëren. Oh jee, en kijk, ik het daar dan veilig maken, zeg maar. Ja, ja, ik, uh, ik ga proberen samen. gaat het met... dan bewaken? Nee, 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 ik ga daar niet uh, als bewaker staan, nee. Oh, maar dan weet ik nog wel een paar mannetjes. <laughs> <laughs> die dat voor jou kunnen doen voor een geringe meerprijs. Nee, nee. Zal ik het nummer geven? Nee, nee, nee. Oh, oh. Hoeft niet, nee, hoeft nee, niet. Het nee. oh. bewaken is, is niet nodig, denk ik. Oh, maar hoe gaat het dan doen? Want, um, yeah. we, hebben vanuit de kind, we hebben de kinderen gevraagd wat zij graag wilden verbeteren aan de wijk. Waar zij dan, omdat zij het graag zelf mm -hmm, mm -hmm. wilden doen. En mm -hmm. Dan zijn zij samen met ons, hè, hebben zij heel veel nagedacht, gebrainstormd. En zijn zij uiteindelijk gekomen op het idee om een soort van verkeersbord op te hangen yeah. bij het, uh, het Rozenveldplein. Yeah. En uh, ja, verkeersbord, het is een beetje een bord met uh, negen gouden regels. Gouden regels? Ja, gouden of, regels. En waar hangt dat bord? Is er echt goud? Nee, nee, nee. Oh. De regels, oh, nee, nee, de regels, regels. moeten... Nou heb ik eh, persoonlijk niet veel op met regels, maar ik wil jou toch vragen om ze eens te laten horen. Ja, ik, het zijn er, in totaal zijn er dus negen, wat ik al zei, waardoor nee. wij willen proberen dat de kinderen ja, zo goed mogelijk met elkaar omgaan. Ja. En ja, de eerste is bijvoorbeeld dat we ruzies oplossen met woorden. Dat doe ik ook. Ik bedoel, als ik begin geen en op in de toko dan begin ik gewoon knoerhard te schijnen. Wat zei je? Keihard schijnen. <laughs> Schijnen. Schijnen. Schijnen, aha. Ja. Uh, schijnen. Schelden. Ah, oké, ah, oké. Okay, okay, okay. goed, hard. Ja, hard, ja. En uh, we sluiten niemand buiten natuurlijk? Nee, nee, dat moeten we niet doen. Nee, nee. behalve nee. koekers. Die moeten het niet uh, bij je hebben. Wie? Koekers. Wie is koekers? Ja, koekwouzen, ap tjoeken. Oh. <laughs> Oh ja, nou, het en uh, wel. we zorgen voor elkaar speelgoed, want het is niet ja, fijn. Ja, dat vind ik ook, want ik kom nooit onaardigmaals speelgoed. Nee, moet je niet kapot maken, dat nee, we, we, willen niet. we niet, nee. En uh, ja, we houden het natuurlijk netjes, want het is buiten. Hey, als ik energie die het niet netjes houdt, dan heet iedereen het tegen zijn tabbers aan. Tegen de tabbers aan? Tegen zijn tabbers aan. Oké, okay, Dan schub ik hem onder zijn tokens. Oké, okay. <laughs> ja nou, ik weet, denk dat jij ook gewoon eigenlijk daar naartoe kan gaan en gewoon mee kan helpen, want ik... Ja, uh... dat kan, zeker, zeker. Ja. We hebben nog meer regels. <laughs> ja, uh, we pesten hier niet. Is nee, dat moeten we niet doen. Uh, we lossen ruzies zelf op. Dat doe ik ook altijd zelf. Als het even kan, dan los ik het helemaal in mijn eentje op. Mm -hmm. En als dat niet lukt, dan hoef ik maar een paar uit te bellen. En uh, we luisteren naar elkaar, heel belangrijk. Ja, dus ze moeten wel naar mij luisteren, want anders dan, dan word ik kort. <laughs> en uh, we hebben respect voor elkaar. Heel respect, belangrijk. precies. Want wie geen respect heeft, kan pitten beuren. Mm -hmm. toch En uh, als laatste, natuurlijk, moeten we niet vergeten dat het we spelen wel leuk houden met elkaar. Natuurlijk. Het moet leuk blijven. Het, moet leuk het is blijven. een spelletje, hè? Ja, het is ja, een spelletje. Ik zei het helemaal mee. jou eens, vrouwtje. Ja. ja. Nou, dan gaan we maar afsluiten. Ik wil vorige het jij wel nog een verzoeknummer? Um, ja, nu we het toch alleen maar over uh, leuke dingen hebben, vind nee. ik het wel leuk dat we Happy van uh, Pharrell Williams... Uh, oh ja, ja. ik zal uh, kijken wat ik voor elkaar kan doen, maar ik ja. denk niet dat ze hebben. Bedankt, Birta. Ja.